In deze film plaatsen we een semi-transparant iemand voor een nieuwe achtergrond. En om dat te doen heb ik twee foto's nodig. Dat is A, deze foto van de achtergrond. En dat is B, deze foto van de persoon die we erop willen hebben. En om die persoon op de andere foto te zetten, zullen we hem eerst uit moeten snijden van deze foto. Daar zijn al uh, verschillende filmpjes over gemaakt, waaronder degene waar je hierbovenop kunt klikken. Dus dat ga ik je niet opnieuw doen. Ik heb al een masker gemaakt van deze persoon en daarna ziet hij er zo uit. En deze ga ik gewoon heel eenvoudig kopiëren naar de andere foto. Door met rechts op de laag te klikken en te kiezen voor laag dupliceren. En dan heb je verschillende opties en het doel wordt natuurlijk de andere foto, graffiti in dit geval. En je drukt op oké. OK en vervolgens kun je deze gewoon heel eenvoudig afsluiten. Kom ik terug bij de oorspronkelijke foto en je ziet dat die daarop geplaatst is. Ik ga hem een klein beetje groter maken. Dat doe ik hierboven met het verplaatsgereedschap. En ik trek gewoon een hoekje uit zodat hij net iets groter is. Ik dubbelklik erop. En ik val weer terug naar de oorspronkelijke foto. Er zijn verschillende dingen die er moeten gebeuren. We moeten de foto om gaan zetten naar een lijntekening. En ik wil toch wel zijn hoofd behouden. Dus ik ga de laag even dupliceren. En dat doe ik gewoon met ctrl-J. En je ziet, er komt hier in het lagenpaneel een exacte kopie bij. Deze zet ik weer uit, want ik ga even met de onderste aan de slag. Om deze foto om te zetten naar een lijntekening, ga ik hem eerst converteren naar een slim object. ...want op die manier kan ik in een later stadium altijd nog dingen aanpassen. Omzetten naar een slim object, dat doe je door er met rechts op te klikken... ...en te kiezen voor omzetten in slim object. Je ziet dat mijn laagmasker verdwijnt en er komt bij de laag een heel klein icoontje. Heb je nou toch nog iets wat niet goed is aan je laagmasker... ...dan kun je dubbel klikken op de afbeelding en hij opent zich dan in een nieuw document. En je ziet, het laagmasker staat er weer bij. Vervolgens kun je hier van alles aanpassen... En als je dan hierboven bij bestand voor opslaan kiest, nou, dat is in dit geval lichtgrijs, niet beschikbaar dus, maar we hebben ook geen veranderingen gemaakt, dus dat is logisch. En als je hem dan af zou sluiten, dan zou je verandering weer doorgevoerd zijn hier in deze foto. De eerste stap voor het maken van een lijntekening is ook wel de meest rigoureuze. En die vind je hierboven bij filter in de filter gallery. En dat is het maken van de lijnen natuurlijk. En je kiest hier aan de rechterkant het filter stileer uit en dan oplichtende rand. En daarmee maak je dus eigenlijk al de randen zeg maar wit en de vlakken zwart. Welke waarden je hier kiest, ja, dat is een klein beetje spelen. Ik zou zeggen, ik ga voor een fatsoenlijke helderheid van de rand en een redelijke vloeiendheid. En de breedte. Ja, dat is gewoon echt helemaal je eigen smaak. Maak je niet zo zorgen dat er in de trui in dit geval bijvoorbeeld allemaal spikkeltjes zitten. Die gaan we er dadelijk uithalen. En ik druk gewoon op oké. OK. Nou, het filter wordt toegepast en het komt eronder bij te hangen. En zoals ik al zei, we kunnen altijd nog gewoon een keer terug. Daarom werken we met slimme objecten. Als je nou bijvoorbeeld dubbel klikt op filter gallery, dan zie je dat het effect weer wordt geopend. En kun je eventueel nog wat aanpassen. Ik zet bijvoorbeeld de breedte van de rand terug naar 8 en die wijziging wordt dan ook doorgevoerd in mijn foto. De tweede stap is het eruit halen van alle kleur. En dat gaat hierboven bij afbeelding. Aanpassingen. En dan heb je hier kleurtoon en verzadiging. Als je erop klikt, haal je gewoon de verzadiging eruit en klik je op OK. Nu gaan we dus zorgen dat het zwart-wit een heel stuk beter wordt aangepakt. Dat we een beetje van die grijze spikkeltjes afkomen. En dat doen we met het filter niveaus. Dat vind je hierboven bij afbeelding, aanpassingen en dan heb je daar niveau staan. En eigenlijk het enige wat we doen is we slepen dit absolute witpunt gewoon naar binnen zodat het wit veel witter wordt en we slepen het absolute zwartpunt ook naar binnen en je ziet ik krijg in de achtergrond gewoon keurig een lijntekening. Dit ziet er op zich al aardig uit. Ik wil alleen mijn harde lijntjes nog een klein beetje zachter maken. Als ik bijvoorbeeld even inzoom naar 100% dan zie je dat het allemaal vrij strak is. En ik wil het een klein beetje losser. Dus ik ga op deze laag nog een filter toepassen. En dat filter dat vind je hierbij vervagen. En dat heet Gaussiaans vervagen. En als je daar een straal uit zoekt. dan zie je dat ja, eigenlijk gewoon je tekening een klein beetje waziger wordt. En dat is wel precies wat ik zoek. Het hele scherpe, dat moet er gewoon vanaf. En ik blijf in mijn geval op 0,8 zitten. Dit is before. En dit is after. Ik vind dat zelf net iets fraaier. Maar dat is wat jij natuurlijk aan smaak hebt. Nu is deze lijntekening wel klaar. Maar hij is verre van transparant. Alleen Photoshop heeft een manier waarop in één keer alle zwarte pixels kunnen verdwijnen. En dan kijken we er dus wel doorheen. En dat doen we door de dekkingsmodus van de laag te veranderen. Deze staat nu op normaal. En als je daarop klikt, dan krijg je een aantal opties. En de optie die je moet hebben, dat is bleken. En je ziet al je zwarte pixels verdwijnen. En je kunt er opeens doorheen kijken. En je witte lijnen blijven staan. Echter, is dit wel heel transparant. Dus ik ga een uh, laag maken met een kleur erin. En dat doe ik met een aanpassingslaag. En die aanpassingslaag die vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. En ik kies vervolgens voor volle kleur. En de kleur die ik uitzoek, laat ik gewoon eens grijs pakken om te beginnen. En ik druk op OK. En deze sleep ik even onder. Mijn laag met de lijntekening. En de dekking van die laag, die haal ik ook een stuk naar beneden. Echter wordt deze grijze laag op de hele foto toegepast, dus ik moet ook daar nog een masker van maken. Maar dat masker, dat heb ik nog. Ik heb namelijk in het begin de laag met de persoon erop gedupliceerd inclusief het masker. En dat is wel prettig, want dat masker, dat heb ik nu nodig. En om het masker te selecteren, hou je de control ingedrukt en klik je een keer op het masker. En je ziet, er komen bewegende stippenlijntjes om de foto heen. Nou, ik klik op het masker van mijn kleurvulling. En ik ga dit masker vullen met zwart. En dat doe ik door Alt en Backspace in te drukken. En het effect is dan precies verkeerd. Nou, geen enkel probleem. Wanneer je je selectie opheft, want die blijft actief. De selectie opheffen, dat doe je met Ctrl-D. Kun je het masker gewoon in één keer omkeren. Je kunt het inverteren. En dat inverteren, dat doe je met de sneltoets Ctrl en I. En je ziet, de gekleurde grijze vulling ligt opeens achter mijn persoon, achter de selectie. En daardoor steekt die een klein beetje beter af ten opzichte van geen vulling. Als ik bijvoorbeeld de vulling nog even uitzet of aanzet, dan komen de witte lijntjes met vulling eronder net iets beter uit. Wil je een ander kleurtje hebben? Dat kan. Je dubbelklikt gewoon op het kleurvlakje en je kunt weer een nieuwe uitkiezen. Ik maak hem bijvoorbeeld iets donkerder. Goed, dan hebben we in dit geval een lijntekening van de persoon. En hij valt iets beter op omdat we er een zwarte kleur achter hebben gezet. Maar we zouden zijn hoofd nog zichtbaar gaan maken. En dat is vrij eenvoudig door de bovenste laag aan te zetten en op het masker te klikken. En wat je dan eigenlijk weg moet halen met de kwast. Die vind je hier aan de linkerkant. Of met de sneltoets B. En ik kies gewoon een redelijk grote kwast uit. Dat is gewoon alles wat niet op hoofd lijkt. Dat moet je gewoon even weggummen uit je masker. En dan komt de onderliggende lijntekening tevoorschijn. Natuurlijk, in de buurt van de nek pakken we een kleinere kwast. En als je hier even de tijd voor neemt en nauwkeurig werkt, kun je tot best een aardige selectie komen. Ga je te ver, geen probleem. Draai gewoon je kleur hier om of kies voor de X. En met wit als voorgrondkleur kun je in het masker weer dingen terug laten komen. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik wil in mijn lijntekening nog één ding doen. Ik wil het lijntje aan de buitenkant eigenlijk nog een klein beetje aanzetten. Dus ik selecteer mijn laag met de lijntekening en ik ga daar een laagstijl op toepassen. Dan met rechts op te klikken en te kiezen voor opties voor overvloeien. En je hebt dan bij de laagstijlen verschillende opties. En de optie die je moet hebben, dat is lijn. Dus als je daarop klikt, dan komt er een lijn omheen. En in dit geval is hij een beetje groenig. Dus de kleur, daar maak ik een witte van. En ik ga de grootte gewoon een heel stuk kleiner maken. Niet te klein. 6 vind ik prima. Zet ik hem bijvoorbeeld even uit of aan, dan zie je in de achtergrond dat ik toch net iets meer contour heb. Op zich vrij aardig. Moet even kijken. Ja, die lijn die wordt ook toegepast rondom het hoofd. Dat komt natuurlijk als ik, het hoofd, als ik de laag met het hoofd uitzet. Mijn lijntekening hierboven gaat natuurlijk door. Geen probleem, kan ik ook oplossen. Ik maak gewoon in mijn lijntekening een masker. Ik pak de kwast weer. Zorg dat zwart mijn voorgrondkleur is. En ik haal gewoon stukken erboven bij het hoofd uit. En je ziet mijn lijncontour die ik er daar straks via laagstijlen bij heb gezet. Die wordt meteen aangepast. Zo is dat beter. En die dikke lijn die hier nog gewoon loopt, die valt helemaal weg. Want als ik de laag van het hoofd eraan zet, dan valt dat daar keurig omheen. Ga ik nog een klein beetje de belichting van het gezicht aanpassen. Dus ik selecteer die laag en ik pak een aanpassingslaag. In dit geval niveaus. En ik draai er een klein beetje meer zwart bij. En je ziet dat wordt toegepast op de gehele foto, ook in de achtergrond. Nou, geen enkel probleem. Ik kan dit niveaufilter koppelen aan de laag eronder. En dat doe ik hier met het uitknipmasker. Dat is dit icoontje. En als je daarop klikt, dan komt er bij je een niveaufilter, een pijltje naar beneden bij dat het gekoppeld is aan die specifieke laag. Ga ik nu namelijk dingen veranderen, dan zie je dat dat alleen op het hoofdeffect heeft. Dus ik maak het zwartpunt een klein beetje donkerder. En ik maak een nieuwe aanpassingslaag met kleurtoon en verzadiging. En die koppel ik ook aan de onderliggende laag. En ik zet de verzadiging nog een klein beetje hoger. En zo simpel is het dus om iets om te zetten naar een lijntekening voor een gedeelte en dat zeg maar een soort semi-transparant effect te geven. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei. doei.